Vandaag maak ik een bolletjesfoto. En een bolletjesfoto maken is eigenlijk hartstikke simpel. Om te beginnen ga ik mijn foto's omzetten naar een slim object. Dat doe ik door met rechts op de laag te klikken en te kiezen voor omzetten in slim object. En waarom doe ik dat? Nou, als ik dadelijk het filter toe ga passen, kan ik later altijd nog aanpassingen maken, omdat het filter anders destructief is op de laag. Je zult het straks wel begrijpen. De volgende stap is dat ik de foto omzet naar zwart-wit. Daar zijn natuurlijk verschillende manieren voor en ik kies voor de meest eenvoudige, gewoon de verzadigingen eruit trekken. En vervolgens ga ik naar helderheid en contrast en maak ik hem wat helderder en ik gooi er een groter contrast overheen. Nu gaan we echt serieus aan de slag. En ik selecteer gewoon de laag. En ik ga boven bij filter naar Pixel. En dan kleur, half toon. En vervolgens zie je dit filter ongeveer. Nou, ik klik om te beginnen gewoon eens heel simpel op oké. OK. En dan zie je wat er gebeurt. Ik krijg een soort raster op mijn foto. En als ik inzoom, dan zie je dat dat raster eigenlijk gewoon geen nette bolletjes zijn. En hoe komt dat nou? Zoals ik je daar straks vertelde met een slim object kun je altijd nog gewoon terug naar je filter. Je ziet hier bij de laag dat het erbij staat kleurhalftoon. Als je daarop dubbel klikt, dan krijg je het filter terug en kun je aanpassingen maken. Waarom is dit filter een beetje groezelig en zijn het geen nette bolletjes? Dat komt omdat de schermhoeken verschillen van elkaar. Want als ik deze bijvoorbeeld allemaal gelijk zet, laat ik het gewoon even doen allemaal op 0. En ik klik nou op oké. OK. Dan zie je dat ik gewoon nette bolletjes krijg. Alleen deze bolletjes lopen nog wel een klein beetje in een raster, wat mij niet bevalt. Ik wil ze gewoon bijvoorbeeld op 45 graden hebben. Je ziet nu in de achtergrond, zie je lijntjes lopen van boven naar beneden, die, die witte vlakken zeg maar. En als ik hem op 45 graden zet, dan zie je dat ze gewoon onder een hoek van 45 graden zullen lopen. Kijk, dit oogt gewoon al een stuk leuker. En eventueel kun je natuurlijk ook zeggen van: hé, weet je wat, ik wil het op uh, 20 graden. En dan vul je gewoon overal 20 graden in. Belangrijk is wel dat ze gelijk blijven. Nou, wat gebeurt er in mijn foto eigenlijk? Als ik een klein beetje uitzoom, dan zie je dat de bolletjes groter zijn in de donkere gebieden vergeleken met de lichte gebieden. De lichte gebieden hebben vrij kleine bolletjes. En in de donkere gebieden, zoals hier rechtsonder, zijn de bolletjes groter en zitten ze dichter op elkaar. Waardoor je dus ook gewoon een beetje dat kleureffect krijgt. En zoom je helemaal uit. Dan zie je dat de resolutie eigenlijk nog gewoon veel te groot is voor de bolletjesgrootte. Ik dubbelklik weer op het filter. En dan kan ik bij de maximale straal gewoon de grootte van de bolletjes invullen. En laat ik eens voor de Gein 50 intypen. Nou, dit is natuurlijk ook weer gewoon het andere uiterste. Dit is gewoon veel te groot. En zo kun je een klein beetje experimenteren met wat je uiteindelijk goed vindt. Nou, stel dat ik dit wel aardig vind, laat ik het hier gewoon op houden. En eventueel kan ik nog gewoon bovenaan een, een verloop toewijzen. Van bruin tinten. Ik kies ook maar gewoon wat hoor. En als ik dan de laag op een vermenigvuldige zet. En ik zet de dekking wat omlaag. Dan krijg ik alweer een heel ander effect. En zo zet je dus gewoon heel eenvoudig een foto om naar bolletjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!